wat was er gebeurd, Kees, als die safety car er niet was geweest? Dan hadden niet alleen de Mercedes, ik denk een aantal auto's in de problemen gekomen. Die safety car heeft een hoop mensen gered. Ja, dat klopt. Ach, dames en heren, heel hartelijk welkom bij RTL GP Slipstream. We kijken terug naar de Grand Prix van Canada. En laten we, zoals iedere week, maar beginnen met top en flop. En ik wil beginnen, want mijn top dit weekend, Kees, is het team van Toro Rosso. Want die hebben namelijk besloten, het gaat niet om het resultaat, ze hebben besloten na de kwalificatie om Gasly een penalty te geven, achteraan starten, om twee van die nieuwe Honda-motoren in de race te hebben om veel data te verzamelen. Natuurlijk voor Red Bull en voor het geval er een ongeluk zou zijn in de eerste ronde waar een van de twee auto's bij betrokken zou zijn. Nou, ik zeg top gedaan en het pakt er nog goed uit ook. Nou, vooruitziende blik. Ja. Ja, leuk bedacht. Ja, toch? Ja, mooi. Nou, dan wil je van mij mijn top weten. Ja. Ja, voor de hand zou Vettel liggen. Die Absoluut. Heeft een formidabele race gereden. Ja, niks verkeerd gedaan, hè? Nee, niets verkeerd gedaan. Maar mijn top was toch de combinatie Leclerc-Sauber. Die weer punten binnengereden hebben. En dat vind ik toch wel voor dit team een hele goede prestatie. En dat laat ook zien hoe goed Leclerc en zeker een man voor de toekomst is. Ja, dat niet alleen, Kees. Ze zijn eigenlijk de laatste Grand Prix gewoon ook sneller dan Haas. Nee, precies. Zeker Leclerc met de Sauber. Absoluut. Had men aan het begin van het jaar niet verwacht. En je weet hoe ik ze verleden jaar genoemd heb. Ja. Maar je ziet echt de hand van Frédéric Vasseur. Dat gaat werken. En ja, dat vond ik top. Ja. Flop. Flop. Nou ja, voor mij was duidelijk wie vlagt nou in deze high-tech wereld. Wie vlagt de race te vroeg af. Absoluut catastrof. Zij het algoritme. ja, misschien. Maar dat vond ik een absolute flop. Ja, je hebt wel eens dingen die mogen niet gebeuren, maar die kunnen gebeuren, maar die kan niet gebeuren. Nee, in deze wereld mag dat niet gebeuren. We hebben dat al eens eerder gezien in Brazilië, ja. Jaren geleden, een probleem met het afvlaggen. Maar heden ten dagen, nee. Maak er geen woord meer aan vuil, maar jawel, flop. Want ik wil daar toch ook wat positiefs aan maken. Want nou, dan wil ik wel weten wat dat moet omdat zijn. De race namelijk een ronde terugging, de uitslag. En Ricciardo in de laatste ronde, de snelste ronde van de race reed, heeft hij die niet gereden, want die is niet gereden, dus heeft Max Verstappen de snelste ronde in Canada gereden. Nou fijn dan, Max. Nou ja, die heeft ook een goed weekend gehad, maar daarover straks meer. Ja. Mijn flop is de hypersoftband. Hij was niet sneller dan de supersoft. Hij was, het was gewoon aan alle kanten helemaal niks. Die band is gewoon een mislukking. Ja, ik wil niet te veel over banden praten deze keer. Wel. Ja, dat begrijp ik. Vorige keer heb ik gezegd dat banden die gaan een rol spelen. Nou, dat deden ze ook. Ik vond dan wel interessant dat zowel Ferrari en Mercedes in de kwalificatie de hypersoft geprobeerd hebben. En dan toch kwalificeren uiteindelijk met de ultrasoft. Dus dat vond ik tactisch een goed spel. En misschien hadden zij dat iets beter door dan Red Bull. Ja, dat weet ik niet, want die bleven daar aan vasthouden. Maar ik heb vorige week gezegd, de keus wat ze meegebracht hebben, zou niet mijn keus geweest zijn. En daar blijf ik bij. Ja, en dan zegt Vettel na de race tegen de andere rijders, gingen jullie ook harder op de supersoft? Ik bedoel, dat zou toch niet mogelijk moeten zijn? Nee, dan gaan we nog een stap verder. Ik bedoel, zaterdag na FP3 verspreidt dan Pirelli een verhaal dat Hamilton nog 1,6 seconden sneller kan rijden als die van zijn ultrasoft naar de hypersoft gaat. Ja. Nou, dat kwam er helemaal niet, want hij ging geen meter rijden. Nee, nou goed. Laten we dan eens even gewoon de top van de Grand Prix van Canada doornemen. Vettel, je memoreerde het net even al. Ik heb genoten van Sebastian Vettel zoals hij gisteren was. Hij was ook weer uitgelaten na de wedstrijd. Dus natuurlijk ook Canada en Ferrari, die hebben ook iets samen. Villeneuve, die daar jaren geleden op dat circuit zijn eerste overwinning haalde. Nou, jij hebt er zelf successen meegemaakt. Het baanrecord staat nog steeds op naam van Ferrari, ook na gisteren. Maar hoe die reed, hoe die was, helemaal fantastisch. Ja, dominant. Dominant, geen fout gemaakt. En ik moet ook zeggen, de auto liep ook fantastisch. Dus absoluut hoed af voor Vettel. En we zijn weer lid van de fanclub.
Ja, had jij het opgezegd dan? Ja, ja. Goed, dan gaan we naar Bottas. Ook gewoon, ik denk, maximaal resultaat gehaald. Ze hadden dan niet de laatste motor. Ze rijden al het hele jaar met dezelfde motor. Maar in de cruciaal voor Bottas was de eerste bocht. Mooi gevecht, laten we Max meteen maar meenemen. Met Max Verstappen allebei lieten ze elkaar ruimte. Hij pakt die tweede plaats en rijdt hem gewoon naar huis. En nee, ik denk maximaal. Dat is ook maximaal. Dat heeft hij ook heel goed gedaan. Hij zei dat zelf ons ook. Hè. Meer zat er niet in. Nee. En dat geloof ik ook. Hè. Mercedes valt toch tegen. En als je dan tweede kan worden. En een solide tweede plaats. Ja, heel goed gedaan. Ja, het enige puntje wat mij dan wel opvalt is. Hij eindigt na de 70e ronde net voor Max Verstappen. En het was uiteindelijk, en dat vind ik wel heel frappant. Kantje boord voor de brandstof. Ja. Dus, wat was er gebeurd, Kees, als die safety car er niet was geweest? Dan hadden niet alleen de Mercedes, ik denk een aantal auto's in de problemen gekomen. Die safety car heeft een hoop mensen gered. Ja, dat klopt. En dan, dan was misschien de top 3 echt nog wel anders geweest. Ja, en dat is ook een punt, is al eerder besproken, waar men toch in het nieuwe reglement rekening mee moet houden. Ja. Het is toch racen. Ja. En of je nou, laten we zeggen, in simpele termen 1 op 3 rijdt of 1 op 3,5, dat maakt toch helemaal niets uit. Nee. Dus zo'n reglement waardoor rijders het gas geven moeten terugnemen, niet goed. Nee. Verstappen, maximaal gepresteerd. Eigenlijk alles wat hij kon winnen, heeft hij gewonnen. De vrije trainingen, snelste ronde in de race, alleen in die race zelf is hij overklast door de nummers 1 en 2. En dan zeg ik, maximaal resultaat, fantastisch gedaan. Nee, Max heeft heel goed gedaan. Ik moet zeggen, ik denk dat zijn prestatie in de trainingen iets geflatteerd waren door die Hypersoft dan. Maar er zat niet meer in. En hij heeft geweldig gereden. En ik moet ook zeggen, het had anders kunnen zijn bij de start. Hè? Want ik denk dat Red Bull een gok genomen heeft. Komt hij voorop, hè? Dus rekent men op die start. Nou ja, dat is niet gelukt. Dus meer dan de derde zat er niet in. Komt hij wel voorop, hè? Dat had mogelijk geweest. Ja, dan krijgen we een heel ander beeld. Maar nu was eigenlijk al na de eerste bocht het bekend. En dan zie je ook dat een Christian Horne dan weliswaar met een pokerface zegt. Nee, wij hebben die banden onder controle. Maar ja, hij moet toch naar 14 ronden, ik geloof 14 of 15 ronden. De pits opzoeken en om te wisselen. En dan weet je eigenlijk als je zo vroeg stopt dat je niet meer gaat winnen. Nee, en wat voor mij zo mooi was en duidelijk was. Het was de eerste 2-3 ronden was Max agressief. Wou hij echt proberen om Bottas voorbij te komen. He, ook na die safety car probeerde hij dat nog even. En daarna was het, het lukt nu niet. Nou moet ik op mijn banden passen. Nou moeten we gewoon die derde plaats nemen. Ja, maar dan zie je ook dat al dat geklets in het verleden. Afgelopen weken. Van hij is volwassen. Hij weet wat hij doet. Jongens, en hij wist gewoon, er zit niet meer in. En hij heeft zijn best gedaan. Ja. En je ziet dan, geef nog even een speurt aan het einde. Nou ja, dat had dan nog misschien gelukt. Maar meer dan derde zat er niet in. Nee. En dat is een prima prestatie. En hij neemt toch ook weer even kleine afstand van Ricciardo. Ja, en die Ricciardo, dat vond ik wel mooi. Want die heeft wat hij echt goed gedaan heeft, is op het moment dat het moest, heeft hij gas gegeven om voor Raikkonen terecht te komen. Ja. En dat stukje van de wedstrijd heeft hij heel goed gedaan. Maar hij kon uiteindelijk Verstappen niet bijhouden. Nee, en dat stukje van de wedstrijd was ook, hij zei de race was een flop. Maar ik vond er zaten toch wel momentjes. Ja, momenten in, maar te weinig. Ja. Te weinig, dat klopt. Nou, dan Hamilton valt. Ik vind het te veel om hem de flop van het weekend te noemen. Maar hij viel mij wel heel tegen dit weekend, Kees. Ja, niets aan toe te voegen. Ik bedoel, hij heeft goed gereden. En zijn menigeen hoopt zesde te worden. En al die posities buiten één is toch ook een goede prestatie. Maar voor mij viel het zwaar tegen. En niet alleen Hamilton, maar Mercedes viel mij zwaar tegen. Ja. Om de rijders even af te sluiten. Jij hebt het over Leclerc al gehad. Waanzinnig wat hij doet. We hebben Gasly die eraan zit te komen. Max is gearriveerd. En Esteban Ocon. En Esteban Ocon vind ik nou zo mooi. Rijdt weer een goede wedstrijd. Maar wat ik het mooiste vind van Ocon is dat hij die Perez helemaal in de war rijdt. Want die Perez die maakt foutjes. Die doet rare dingen.
rijdt tegen Sainz aan, loopt te klagen over de radio. Maar eind van het liedje is dat Ocon hem helemaal onder controle heeft. Ja, maar dat is ook zo. Maar Ocon is ook een fantastische rijder. Dat is een van de grote talenten voor de toekomst. Zodra die jongen in een auto komt te zitten die vooraan kan rijden, hè, dat is niet mogelijk met de Force India. Ja, daarmee presteert hij op het moment optimaal. Maar dat is echt een grote winnaar in de toekomst. Ja, mogen we dan ook zeggen dat als Perez de maatstaf is van Ocon, dan zit het met het talent van Ocon niet zo goed. Want Perez wordt toch door veel mensen ook als een waanzinnig talent gezien. Alleen, ja, ik zie het... Ik een andere mening hebben? Ja, nee, ik heb hem ook. Oké. Okay. Nee, ik denk dat wij er hetzelfde over denken. Dus, ja, prima. Maar Ocon, Gasly misschien, Verstappen en Leclerc, dat zijn de namen van de toekomst. Ja, niks aan te vroeg, hè? Nee. En want ik zie ook niet zomaar even iemand die daar... Ja, Lando Norris, maar die is Norris is ook een... die ken ik uit andere klassen. Dat is ook eentje, maar die moet dan nog even ervaring op doen. Maar degene die jij genoemd hebt, hè, waarvan ik dan natuurlijk buiten Max, zie ik dan Ocon. Echt als Max een concurrent. Ja, over Lando Norris gesproken. De berichten waren dat Toro Rosso of Red Bull hem een aanbieding had gedaan om dit jaar Hartley te vervangen. Maar ik heb ook begrepen uit andere kanalen dat eigenlijk McLaren hem heeft aangeboden van... zouden jullie hem een half jaar willen laten rijden? Want misschien hebben wij hem nodig volgend jaar. Dat is, lijkt mij, een beter scenario dan het eerste scenario. Ja, is een beetje verwarrend. Maar ik ben met jou eens, hè, want het zit er toch wel... als je goed tussen de regels door luistert of leest... dan is het laatste seizoen van Alonso. Ja. En vertrekt hij. En dan heeft McLaren toch wel een probleem... wie ze moeten gaan nemen. Want voor een toprijder is het niet zo aantrekkelijk om bij McLaren te tekenen. Nee. Of ze moeten heel veel geld betalen. Ja. Maar zelfs dan vraag ik me af, wil je dat dan achteraan rijden en steeds uitvallen? Ja. Laatste rijder die ik toch ook even, ik bedenk het me ineens. Ik zag gisteren het ongeluk van Brandon Hartley, waar ik vind dat hij helemaal geen schuld van had overigens. Maar goed, dat is een beetje, ja, misschien niet de goede plek. Maar het is een Nieuw-Zeelander en ik moest meteen aan Chris Amon denken. Ook eigenlijk altijd in de Formule 1 op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ja, maar je weet, ik heb al eerder gezegd, ik vind dat de keus van Red Bull eigenlijk armoe is. Ja, ik vind dat ze blijkbaar in hun talenten, hoe noem je dat, school, niet, als ze niets beters hebben. Ja, het spijt me. En ik vond dan Chris Amon, die had altijd pech. Ja. Maar was natuurlijk... Hartley had gisteren ook wel een beetje pech. Ja, oké, maar ik vond Chris Amon was wel een man die... Ja, die sloeg ik hoger aan. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen. Er zijn een paar dingen waar ik een korte reactie op wil, Kees. Het nieuwe reglement voorziet in grotere velgen en lagere banden. Daar werd ik blij van. Ja, ik ook. En dat is ook hartstikke goed. Want in deze high-tech wereld, om dan nog met 13 inch wielen te rijden. Maar, en ik zie dat ook een beetje als een uitnodiging aan Michelin, hè. Want bij de vorige aanbesteding heeft Michelin ook een offerte gemaakt. En die wilde ook al met grotere wielen. En dat werd toen afgewezen omdat het te duur zou zijn voor deze teams die over meer dan 100 miljoen uitgeven om een nieuwe wielophanging te creëren. Ik hoop dat het nu wel doorgaat. Ja, een van de dingen die de teams zeggen, zonder heel te technisch te worden, de banden nu zijn hoog. Dit betekent dat veel van de vering, of eigenlijk alle vering, zit in de band. Ja, en met een lage band wordt dat anders. Dat is een van de grote verschillen. Natuurlijk wordt dat anders, maar dat ligt er ook nog even aan. Hè, want het is nu dan in één keer, ik geloof 18 inch op mijn wiel. Wat wordt de buitendiameter van de band? Hè? Dus dat zijn nog technische aspecten die erbij komen. Ja. Maar wat denk je van groep C-auto's Le Mans-auto's die al met die maten rijden? Maar het idee is hartstikke goed en dat moeten ze ook absoluut doen. Ja. Renault en Red Bull, haat-liefdeverhouding heb ik het idee. Een jaar geleden werden ze ongeveer met pek en veren Frankrijk uitgejaagd, Red Bull. Ik heb het idee dat ze bezig zijn met een soort nieuwe trouwerij. Renault wil niets liever dan dat Red Bull blijft. Totaal 180 graden gedraaid. Hè. Vorige keer was het zo, hoe eerder ze weg zijn, hoe beter. En nu lees ik in één keer dat Renault hun klantenteam kan helpen aan de wereldtitel. Ja, een enorme liefdesverklaring. Ja, en ik denk dat het daar ook op uitdraait. En het is dus ook
belangrijker, andersom heb ik het idee, voor Renault. Want de enige kans voor Renault om wereldkampioen Formule 1 te worden de komende jaren is met Red Bull. Nou, dat is ook zo, maar dan gaan we nog heel even terug naar de race. Het is natuurlijk absurd dat een klantenteam wordt derde en de fabrieksauto wordt op een ronde gereden. Ja, dan zou ik maar, als ik Renault was, ook proberen Red Bull te vleien. Dat is een beetje alsof Sauber of Force India, Ferrari of Mercedes op een rondje rijden. Precies, gebeurt niet. Kijk je uit naar Le Mans? Daar kijk ik naar uit. Heb je iets in je hoofd te zeggen van, nou, Le Mans, dat vond ik zo mooi? Ja, ik vond dat mooi. Hou vast, want we gaan namelijk een hele slipstream wijden aan Le Mans. Die staat later deze week online. Formule 1 neemt een weekje rust. Maar Le Mans gaat gewoon vol gas door. Wij zenden het uit. De hele wedstrijd live kunt u kijken. Kees is erbij. Ik ben erbij. En dan de volgende Grand Prix gaan we voorbeschouwen. Terwijl we ook terugkijken naar de 24 uur van Le Mans. Jij wat vergeten? Ik ben niets vergeten. Ik wel, want ik mocht hem niet top van de week maken van mijn redactie. Maar ik vind hem wel top. Jeffrey Herlings, weer 2 heat-overwinningen. Een goede greep op het wereldkampioenschap. Jeffrey, fantastisch. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot volgende week.